kritiekloos de Israëlische propaganda na papegaaien. Maar we weten toch wel beter. We weten toch dat Gaza de grootste openluchtgevangenis ter wereld is. We weten toch dat daar 1,4 miljoen mensen op 2 maal tekst woont. Met een muur eromheen. Waar vluchten niet kan. Ook al vallen er bommen. Elke dag en elke nacht. We weten toch dat dit geen oorlog is. Maar grof en misdadig geweld van een bezetter tegen een onderdrukt volk. We weten toch dat dit niet draait om Joden. Niet om de verschrikkelijke Holocaust. En ook niet om alle onrecht uit de Tweede Wereldoorlog. We weten toch dat dit gaat om het uitvoeren van een zionistische politieke agenda van ver voor die tijd. Van het kosten wat het kost, veroveren van land, van het verdrijven van Palestijnen. De duizenden protesterende Israëliërs op het Rabinplein in Tel Aviv deze week, die wisten dat. Dat had ook niets met zelfverdediging te maken. Het zijn de Palestijnen die zichzelf moeten verdedigen tegen de Israëlische staatsterreur die inmiddels het leven heeft gekost van meer dan 1.500 Palestijnen. Israël is deze aanval begonnen. Israël bezet de Gazastrook op dit moment fysiek. Zij kunnen het geweld stoppen door zich terug te trekken. Zolang Israël dat niet doet, hebben de Palestijnen het recht op zelfverdediging. De Nederlandse regering heeft zich schandalig opgesteld. Waarom wordt de Nederlandse ambassadeur niet teruggeroepen? Waarom wordt de Israëlische ambassadeur niet op het matje geroepen? In plaats daarvan verklaart Mark Rutte dat Nederland pal staat achter Israël. Ik beschuldig de Nederlandse regering van medeplichtigheid aan het bloedbad dat nu in Gaza wordt aangericht. Vooral de Egyptische president Abdul al-Sisi heeft een zware verantwoordelijkheid. Hij weigert de grens te openen, waardoor de inwoners van Gaza niet kunnen vluchten. Waarom opent al-Sisi de grens niet? Omdat hij een marionet van de Verenigde Staten is en een bondgenoot van Israël. Egypte moet stoppen met het steunen van Israël. Egypte, open de grens! Helaas zal deze oproep geen gehoor vinden bij de Egyptische regime. Net zoals de Amerikaanse en de Nederlandse regering niet zullen luisteren naar onze oproep om te stoppen met de steun aan Israël. Daarvoor hebben ze te veel belang bij de bezetting van Palestina en de onderdrukking van de Palestijnen. De imperialistische belangen zijn nog altijd belangrijker dan de mensenlevens van Palestijnen. Die belangen worden behartigd door Israël en door de oude en nieuwe Arabische regimes. De Arabische massa's zijn de sleutel voor, het begin, voor de beëindiging van de bezetting van Palestina. Leven hun kinderen nog? Hebben de kinderen hun moeder nog? En hoe komen ze daar aan eten? Hebben zij vannacht op de grond geslapen? Op straat? Mensen, 1 op de 4 slachtoffers in Gaza is kind. Nee, ik had geen eetlust meer. Ik ben geen moslima, ik ben geen Joodse en ik ben ook geen Palestijnse. Maar ik sta hier als vrouw, als moeder, als mens. Een van de moeders die strijdt tegen discriminatie en racisme. Moeders die opstaan als het om de kinderen gaat. Met mothers.
Ik kan kijken naar wat ons scheidt, maar ik kies ervoor om te kijken naar wat ons bindt. Het gaat dan niet meer om mij, maar dan gaat het om wij. En dan verandert ik, dat verandert in ons. We staan hier met z'n allen op tegen racisme, discriminatie, ongelijkheid en de kern van al dat kwaad, suprematie. Suprematie, mensen, het idee dat het ene leven minder waard is dan het andere. Het idee dat de ene mens meer mens is dan de andere. Het idee dat sommige mensen niet eens meer mens zijn. Palestina! 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 Palestina!
shit.